It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. Het is vandaag alweer dinsdag. Ja. De derde van de negende, 2024. En we leven om 12 uur 38. Ja, en de datum kan ik daar niet zien, omdat het precies in een lichte vlak van de foto valt. Kan gebeuren. Het is bewolkt, het is grijs, het is triest, een regenopkomst. Het had al moeten regenen, maar het heeft nog niet geregend. Het is 23 graden, dus het is wel warm. Ja, ik kan eigenlijk zo lopen, maar ik had mijn jasje aan wat bij mijn broek hoort. En er komt wel een hele grote piek aan. Vlak voor tweeën. Dus die piek laten we dan mooi begaan voordat we de juttetjesmarkt opgaan. Ja, toch? En het kan ook overgaan, hè. Meestal gaat het hier over. 13 uur, 5 uur, ja, begint al ver voor tweeën. Ja. Denk zo'n beetje half twee dat het al begint. Ongeveer. Maar dat merken we wel. En mijn bril die is verre van schoon. Daar gaan we ook even weer wat aan doen. Want daar valt weinig door te zien. Ik heb hem wel schoongemaakt. Maar kennelijk niet goed. Nou ja, jullie weten het. Erwin die komt. En ja, of die zijn collega al meeneemt. Die mij ook moet begeleiden. Nou ja, begeleiden. Het zijn gewoon een aantal kleine dingetjes wat ik zelf niet kan, waar ik tegenaan loop. En dat is natuurlijk allemaal zelf, ja. Dus, ik kan geen boek houden. Ik weet niet wat ik... Ik heb overal mijn bloed steeds. En hoe? Ik weet niet. Ik heb me nergens opengehaald en toch zie ik het bloed. Het zal. Gaan we dat even schoonmaken. Ik ga het bovenop mijn hand al en dat is nou weg. Heel klein plekje. Ik denk, wat is dat nou? Nee, daar kan het ook niet door komen. Ik niet weten. Nou. Echt, ik weet het niet. Nou, ze moeten toch een pleistertje erop als het blijft bloeden. Want ik heb allemaal goede kleren aan, hè. En ik kan ook niet van kant afkomen, want ik had het allemaal niet in mijn handen gehad. Het zijn hele kleine plekjes. Heel vreemd. Nou ja, het zal ook. Ja. Zo. Ik kan niet begrijpen. Ja, miauw. Miauw. Ja. Is het zo, kerel? Moet je er toch weer even verder in? Ja, ja, mijn haar, dat ziet er nog niet uit. Dat heb ik gewassen. Ja. Wat ben je dan? Ja? Ja? Oh ja? Oh, is het zo? Ja? Ja, en dan word je dus een nieuwe vloer beloofd. En dan gaat het waarschijnlijk nog niet eens niet door ook. Dan vraag ik me af, waarom beloof je het dan? Moet je het ook niet eerst beloven? Ja,
blij maken met een dode mus. Hé? Ik zal altijd eerst zeggen, verwacht eerst het een af voordat je het belooft. Ze mag het misschien laten leggen. En dan voor degene die het over wilt nemen. Ja, maar als je het iemand belooft, moet je het eruit halen. En dan kunnen de nieuwe mensen die erin komen, kunnen nieuw kopen. Naar hun eigen smaak. En dus. Maar ja, ik zie ook wat stof leggen, want ja, de huishoudelijke hulp is gisteren geweest. En ik heb zelf wel het een en ander gedaan, maar nog niet alles. En kijk, hier ligt wat haartjes van de beestjes. Joh. Hé? Ja, dan heb ik het wel geveegd, maar die tafeltjes die staan natuurlijk onder elkaar. Ja, nou, zomaar even. Kan dit hier alweer in? Kijk dan even uit, kattenbeestje. Ja. Ja, je moet even uitkijken, jij. Ja, je moet even uitkijken, jij. Ja, moet niet bij. Ja, nou, kom dan hier. Kom dan. 1, 2. Nou, dan niet. Jij wilt ook nog snoepjes, hè? Ja. En we hebben lekkere snoepjes nou, ja. Want allemaal voor Karen gekregen. Ja. Ja. Dat neemt ze met mijn verjaardag nog mee, geloof ik. Ik weet het niet eens meer. En het zijn allemaal hartjes, die snoepjes. Nou, kijk eens aan. Allemaal hele kleine hartjes. Ik zie het niet. Maar het zal. En ik heb nog wat gekregen. Dat zat er ook bij. Maar wat dat is, ik had niet lezen. Dan krijgt hij er eentje van. Ik weet niet wat voor snoepjes dat zijn. Ik weet het echt niet. Oh, ja. Alsjeblieft. Lekkere kind. Zo, dat dus. Maar in ieder geval. Ja, ik zit dus te wachten op Erwin. En ja, misschien neemt hij de nieuwe begeleidster mee. Ik weet het allemaal nog niet. We merken dat wel. Laten we daar maar op houden. En mijn haar, ja, dat moet nog verder drogen. Dat is nog nat. Dan heb ik toch al buiten geweest, hè, te lopen. Ja, want de meisjes zijn al uit geweest. Dus, maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Wij gaan weer proberen om naar de Juttersmarkt toe te gaan. En aan het einde van de middag uiteraard weer naar onze Marianne toe. Dus het komt helemaal goed. Ik zou zeggen, geniet ze en geniet ook een beetje mee. Tot later. Ja, lieve vrienden. Erwin is al geweest. En die is dus alweer ruimschoots weg. Die ging zo'n beetje kwart voor twee weer weg. Ik heb Karen aan de telefoon gehad. De meisjes die leggen lekker zoals jullie zien. En wij gaan de hart op. Hola die, ik mijn haar, dat valt niet mee. Maar dat boeit me lekker niet. Ik moet toch naar buiten. En we krijgen toch regen en alles, ja. Lekker belangrijk dus. Ik haal er denk ik wel even een kam doorheen. Ja, dat doe ik wel eventjes. Ja, maar dat is, in de wc ligt ook een kam, dus. En dan gaan we weg. De hort op. Het is weer even droog. Dus ja, we gaan gewoon genieten. Dat gaan we doen. Dus zeggen, geniet lekker mee en tot later. Doei! Ja, dat vind ik ook mooi. Ja, echt waar. Het stille leven, hè? Bloemetje erachter. Ja. En daar fruitje. Ja, en vogeltjes. Op een schilderijtje. En die zijn allemaal gemaakt door onze Marianne. Die druk bezig is even te typen. Ja, af en toe moet dat in. Ja, vooral als je er eventjes iemand terug moet berichten. Ja.
En dus, ja, dat heeft Marjane allemaal zelf op doek geschilderd. Op paneel. En ook die sipels daar, ook die rode sipels. En ook dat schilderij, en ook dat is heel erg mooi. Ja. En daarom. Dat is een aquarel, en aquarel. Die is ooit. Ja. We moeten nog ook steeds naar boven, hè? Naar je atelier. Ja. Ja, dat moet nog steeds eens een keer ook vastgelegd worden. Ja, dat gaan we doen. Ja. Loop van 3 jaar over te fleuren en te zeiken. Ja, maar goed, ik heb de laatste half jaar niet veel geschilderd, maar dat komt wel weer. Als het wat kouder wordt, weet je, dan ga ik... Ik heb daar niet zoveel power voor de laatste tijd. Nee, maar dat komt ook door onze knieën. Ja, nee, ook door andere dingen. Ook door andere dingen. Weet je, zo is het leven, hè? Vol kommer en kwel zijn we maar altijd. Ja, maar dat klopt. En, maar dat komt best wel weer. Ja hoor, en, we moeten erop. Ja. Weet je, september, dat is september, oktober, dan begin ik ook weer te schilderen. En ik moet eerst mijn schilderij nog afmaken van Tessel. Ik heb het kippenboetje heb ik geschilderd. En ik moet nog de kippies erbij schilderen. Is die klaar? En dat zal ik dan jullie laten zien. Weet je, dat is gewoon leuk. Ja, daarom. Ja. Echt leuk. Ja. Maar ik vind dit ook leuk. Ja. Ja. Ik was voor mij niet weggelegd. Waarom niet? Daar ben ik niet goed voor. Ja, maar ik hou van dat soort dingen. Ja, ik ook, maar ik ben er niet goed voor. Okay. Ik ken nou ook een plant niet water geven, die is ook dood. Ja. Kan ik niet bijkomen. Nee. Die hangt buiten, ja. Maar kan er niet bijkomen, dus hij is doodgegaan. Ja. Nee, dat is niet leuk. Ja, en ik vind die planten daar ook leuk. En dan met die ouderwetse potjes ertussen. Ja, ja, weet je, wat je ziet, dat ben ik. Ja. En zo is ieder mens anders, die heeft... En ik ben de boel aan het veranderen zoals ik het nu wil gaan hebben. Ja, ja, dat doe je goed, dat is leuk. Ja. Ruimte. Ja, ruimte, dat ben jij. Ja. Ja, dat is ook leuk, ik hou daar ook van. Het was me nou teuvel. Ja, dat kan ik me voorstellen. Met hoofdletters te. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Nou ja, en we zitten dus lekker gezellig bij Marjane. En ik had een hond gekroeld onder zijn kin. Maar de baas die had hem kennelijk niet in bedwang en niet goed vast. Want het was met 1 poot. Ja, hij vond het lekker hoor dat hij aangehaald werd. Maar hij sloeg uit, hij sprong omhoog. En dat over mijn arm heen. Dus een hele kras op mijn arm, dat ik heb zelf gekregen. En ook net een stukje over mijn tattoo heen. Oh, je komt me zo wat opvegen. Ja, echt. Ja. Ik zeg, ik heb 2 honden, hè. Ik zeg, als die opspringen, ik zeg, tegen wie dan ook. Ik zeg, krijgen ze een tik op een neus. Ik zeg, mogen ze niet doen. Nee. Ja, maar hij is enthousiast. Ik zeg, dan nog. Ik zeg, die van mij zijn ook enthousiast. Ik zeg, maar je mag dat niet laten doen. Ik zeg, dat kan je niet laten maken. Ik zeg, dat je hond tegen een ander opspringt. Ik zeg, dat moet je afleren. Ja, maar dat kan niet meer. Ik zeg, alles kan. Ja, ik was een beetje boos. Ja. En dan is het denk ik, mijn excuses. Nou, ze mogen blij wezen dat mijn jasje niet kapot is. Ja, van mijn mooie pak. Want anders had het hun geld gekost. Ja, en niet zo zuinig ook. Ja. Maar in ieder geval, we hadden koffie. De koffie is weer op. Ja. Wilt zometeen ook weer naar huis. En dan hoop ik dat ik de meiden uit kan laten voordat het weer gaat regenen. Nee, maar het gaat nu niet regenen, pas veel later op de avond. Toch? En dan is het donker. Dat zegt de weervrouw. Ja. Ja, toch? Ja. Een beetje een paar druppels regen is ook niet erg. Nee, we smelten niet. Nee, precies. Daarom. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Dat gezicht ook van jou. Je kent ook zo lekker grijzen. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje mee. Tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben al lang alweer thuis, want ik heb de meisjes alweer uitgelaten. Ik ben daar net van binnen en dat doe ik meestal gelijk als de container aan de weg moet, de container bij de weg. Maar er waren 2 lieve mensen die met een hond aankwamen gelopen.
Die hebben het van mij overgenomen, want ik kreeg het bijna niet meer voor elkaar. En ja, waardoor? Door de pijn in mijn knie en mijn onderrug. Ik heb ook lampjes weten te fixen. Ik hoef er niet voor naar de Action. Nee, lampjes. Ook een reservelampje voor in mijn koelkast. Dus we hebben straks weer licht. Ook heb ik nou eens een keer iemand blij gemaakt en mezelf. Ja, weer mezelf. Iets nieuws wat ik aan kan trekken. Maar nou niet bij Tiki. Nee, niet bij La Scala Donna. Dit keer maar gewoon op de markt. Ja, dus daar ben ik ook helemaal blij mee. Maar ik ben ook met andere dingen bezig. En dat is, ik moet even een nieuwe vuilniszak in de ton doen. Die staat te wachten op een nieuwe zak. Dus ja, dat gaan we ook even fixen. Daar hou je mee. Hoppa. Hoppa. Hop, 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 hop. Daar. Hoppa, jij is over mijn armleuning. Gaat dat weer terug. Daarin. Hoppa. Hoppa. Dan ga ik deze zak openen. Nee, en ik heb een hekel aan lawaai. Dat hoeft allemaal niet. Nee. Dan ga ik de bovenkant openen. Hij ging net open. Dus moet hij ook verder open willen. Gosje. Waarom ga je nog niet open? Ja, doe maar, doe maar. Mag wel. Ja, toch. Mijn steeds volle handjes erin. En dan ga je naar de ton. En dan hier de ton. En dan duik ik gewoon voorover in met mijn handen naar de bodem. Hoppa. Hop. Nou zit je er overheen. Kijk het dan aan. Naar boven toe. En dan weer naar beneden. Hoppa. Ja, even een nieuw zakje erin. Hè? Ja. En de bloemetjes vallen ook weer aan. Van mijn orchidee. Ja, we gaan er weer een paar. Hoppa, en die kunnen daar weer in. Ja, gewoon zo. Nou moet ik nog een zak hebben. Ja, dat is in deze la. Maar dan moet ik hem eerst zoeken. Ha, ha, hier ook. Ja, die. Voilà. Zo. Gaan we hier er een ophalen. En die gaat naar de wc toe. Maar daar hoef ik jullie niet voor mee. Want dat is zo klein. Ja. Zo. Dus ja, ik ga deze in de pedalen doen van de wc. En dat is ook een hele grote. En daar heb ik bewust voor gekozen. Ik heb hem ook heerlijk eroverheen hangen. Keurig netjes. En dat kan er ook genoeg in. Ja. En hele kleine ratzakjes. Als je er wat in doet. En daar zit van die plak troep aan. Dan schuift dat de zak weer mee naar beneden. En dan heb je op een gegeven moment geen zak meer. Dat. Ja. Dat doen. Dus ja, en straks eten gaan we ook doen. Ik ben echt back up. Waarvan? Ik heb lekker bij Marianne gezeten. We hebben ook nog kaart gelegd. Ja, dus helemaal leuk. Ja, helemaal leuk. Dus komt helemaal goed. Ja hoor.
We moeten enkel nou afspreken hoe we het verder gaan doen. Want ja, de Juttersmarkt is over. Ik ging elke dinsdag naar Marianne toe. Op één keer was ze er niet. Toen ben ik er een dag erop heen gegaan. Maar voor de rest ben ik elke week bij haar geweest. En nu heb ik zoiets van, ho. Nou mag ze ook wel weer hier komen. En dan gaan we het om en om doen. De ene keer ik naar haar, de andere keer zij naar mij. Dan weer ik naar haar en dan zij weer naar mij. Om en om. Ja toch, ook gezellig. Elwing hoort iemand fluiten, hè? Ja. Laat me mooi fluiten. Ja, dat dus. Maar in ieder geval, ik ga straks ook medicijnen innemen, want echt, ik verga van de pijn. Maar ja, daar kan jullie niks aan doen. Dus we gaan gewoon feestelijk en vrolijk door. Ja toch? Ja. Maar ik ga nu ook aan mezelf werken. En dat is eerst dit doen. Een bakje koffie doen. En eten. Televisie aandoen. En ik moet proberen 2 vlogs zien te maken. Dat dus. Dus ik zou zeggen, geniet ze en geniet weer een beetje mee. Doei! Oh ja, en nog wat. Jullie hebben al gegeten. Dus mag het wel bekomen. En een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Dus tot later. Doei! Ja, ik ben weer even terug. Moet nog eten, maar mijn eten ligt in de oven. Dus helemaal goed. Ik wou jullie mijn nieuwe aanwinst van de markt even laten zien. En dat gaan we nou ook doen. En ja, ook nog geborduurd helemaal. Het is echt, zoals wij het noemen, een heksenjurk. Ja. Hop. Zo. Nou. Dat kaartje. Wacht even. Gaan we even anders doen. Zo. Dan gaat dat wel naar achteren. Dat hoeft niet in het zicht. Zo. Ook dus wel weer een lange jurk. Met, ik denk, 3/4 mouwen. Met blommetjes erop. Dus ja, ik ben er helemaal weer mee in mijn jas. Ja. Echt wel. Ja. Ik weet niet wat voor weer het morgen wordt. Maar anders, ja. Kijk er misschien morgen even aan met showen. En daar komt een draadje uit. Dat moet ik zo meteen even met de schaar weghalen. Met een speciale schaar. En dat zit er ook niet goed. Dat moet ik ook weghalen. En dat moet ik weghalen. Niet goed afgehecht. Zeg maar. En hoe het wordt geborduurd. Joost mag het weten. Maar ik weet het niet. Of het dan machinaal wordt gedaan. Of met de hand. Ik weet het niet. Maar er zitten hier en daar draadjes die er eigenlijk niet horen. Laat ik het zo maar zeggen. Dus dat moet ik eerst eventjes weer fixen, allemaal. Ja, moet allemaal met een speciaal schaartje weggeknipt worden. Dat schaartje heb ik wel. Er zitten allemaal van die kleine draadjes die er overheen lopen en er niet horen. Dus dat dus, maar dat komt wel goed. Zo zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond. Ik ga het nu ook niet doen. Nee, daar is mijn te warm voor en ik heb wel ander werk te doen. En dat kaartje kan er af. En dan kan gewoon weg. Tenminste weg. Nee, gaat nog niet weg. Ik moet hem eerst passen en dan kan ik hem zaterdag sowieso ruilen. Want zaterdag staat hij ook op de markt. Dus dat dus. Ja, komt helemaal goed. Oh, 3 hartjes staan er in het labeltje. Dus ja, helemaal goed.
Ik doe hem weer in het zakje terug. Dan blijft hij tenminste schoon, totdat ik eraan toe kom om eventjes van die draadjes te doen. Raar, hè? Ik mocht dat vroeger. Ik heb op naaldjes gewerkt vroeger. Maar ik zat dan achter een naaimachine, maar aan het einde van de rit zaten er een paar dames met een bak en die ging over hun schoot heen en dan moesten ze allemaal draadjes afknippen, etc. Die wij met een naaimachine eraan bleven laten hangen, moesten hun eraf knippen, ja. En dat ging langs een aantal dames hoor, die deed dat en die deed dat en het was allemaal schoonknippen voordat het in werd gepakt. Dus ja, dat dus. Maar nu ga ik verder met mijn eten en ja, het helemaal goed. Hou op voor hoe het moet en tot later. Ja, lieve vrienden, het is weer de hoogste tijd, want het is 2:07, om naar bedje toe te lopen. Ja, ja. Ik zal de tuindeur nog even open doen, zodat de meisjes nog even de tuin in kunnen. De poort is al op slot, want ja, ze zijn al uit geweest en ja. En het regent steeds ook. Maar we zijn tussen de buien doorgegaan, dus voilà. Enkel ik was mijn telefoon vergeten, ja, die lag nog wel klaar. Maar hier op mijn bureau, nou ja, jammer dan. Dan maar niet de kilometers geteld. In ieder geval, ik laat ze nou ook nog even buiten. En dan gaan we lekker naar boven toe. Lekker slapen. Morgen, oftewel straks weer een nieuwe dag. En dan is het woensdag. En dan kan vanavond laat. Tenminste, morgenavond eigenlijk, want je moet eerst slapen, ja toch. En die troep uit de tuin weer weg, ja, dan maken we daar weer mooi. Komt helemaal goed. Ja, enkel morgen hebben we geloof ik ook regen en onweer. Nou, dat onweer mag van mij wel wegblijven, weet je. Ja, die sturen we maar weet ik van waar naartoe. Maar in ieder geval, lieve, lieve vrienden, welterusten. Slaap lekker, met mooie dromen, uiteraard allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het, God die houdt over ons allemaal de wacht, daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!